Ole, welkom in je nieuwe thuis. Dankjewel, dankjewel, Wat anders dan Nijmegen? Ja, zeker. Dit is, uh, dit is Utrecht. En uh, ik ben hartstikke blij mee te zijn. Uh, Alexander heeft me net uh, een kleine rondleiding gegeven. Ik ben natuurlijk al een paar keer geweest. Uh, dus nee, het is, uh, ik ben heel blij mee te zijn. Wat is mooier? Utrecht of Nijmegen? Uh, ik ben een Nijmegenaar, dus ik, ik hou echt van Nijmegen. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik echt heel erg van Nijmegen hou. Maar uh, ik ben ook een paar keer in Utrecht geweest en, uh, en ik, ik, hou, uh, ik vind het echt een hele mooie stad. Het is, uh, het is een beetje... Uh, het lijkt op zich wel op Nijmegen, het is wel uh, klassiek en ik, uh, ik, ik hou er al van. Niet, niet te groot zoals Amsterdam of Rotterdam, het is, uh, het is, uh, het is een hele mooie stad. Mooi zoals het is? Mooi zoals het is, zeker. Zit je nog een beetje in een rollercoaster? 48 uur geleden gedegradeerd met FC Emmen uit de Eredivisie. Nu deze ondertekening van je contract bij Utrecht. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, Twee dagen geleden gedegradeerd, dat doet gewoon superveel pijn. Uh, je bent met z'n allen aan, uh, aan iets begonnen en uh, dat wil je gewoon mooi afsluiten. En uh, voor de club, voor de, voor de supporters, dat is gewoon echt kloten. En uh, die pijn voel ik ook. En nu is het weer juist een mooi moment voor mij om, uh, om hier te tekenen. Dus het is een beetje mixed emotions. Maar uh, nee, die pijn is nog zeker uh, aanwezig. Vier jaar lang, bijna vier jaar lang, speelde je samen met Sofian El Karouani, uh, de eerste aanwinst van FC Utrecht uh, van dit seizoen. Heb je hem nog gesproken? Ja, zeker. Ik had hem geface timed. en uh, dat was een mooi gesprek. Even gaan lachen samen en uh, dat we bij elkaar komen. Ik Ken hem natuurlijk al lang. Al in de jeugd bij NEC, in het eerste bij NEC. En uh, ja, dat was, uh, was een leuk gesprek. Wat zei hij? Tekenen, niet meer praten met andere clubs? Nee, ja, Hij zei al van, ja, ik wist al, ik, ik had al zo'n gevoel dat je hierheen zou komen. Dus hij. Uh, ja, we hebben even gelachen en, uh, en ik kan niet wachten om hem ook weer te zien. Ja, want het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als bij Mad Zeuntjes. Ook jij schoven niet onder stoelen of banken dat Utrecht interesse uh, in je had. Uh, ja, nee, ja, tuurlijk. Het is uh, als dat uitkomt of dat meestal lekker het, en dan, uh, ja, dan ga je dat niet ontkennen. Je bent er ook trots op. Dat uh, het is gewoon een hartstikke mooie club. Ja. Was afgelopen seizoen het jaar van jouw doorbraak in de Eredivisie? Ja, ik denk het wel. Als je zeker naar mijn rendement kijkt, um, uh, is dat zeker de doorbraak voor mij in de Eredivisie geweest. Uh, en ja, laten we hopen dat ik dit vast kan houden en, um, en meer kan laten zien. Elf goals. Zeker, zeker. Mooi aantal, toch? Ja, zeker. Dubbele cijfers was ook een doel van mij om uh, dubbele cijfers te halen en die heb ik gehaald. Dus uh, daar ben ik persoonlijk blij mee. Je had bij uh, FCM een vrije rol. Dat is een heel betrekkelijk begrip. Hoe ziet dat er in de praktijk uit voor jou? Ja, ik, ik denk dat ik sowieso het beste ben in een vrije rol. Dat ik niet uh, geplakt aan een zijlijn moet staan of, uh, of in de punt. Ik uh, ben het beste als ik mijn ruimtes kan zoeken en, uh, en daarin uh, de bal aan mijn voet of in de diepte juist uh, te krijgen. Die afwisseling vind ik hartstikke fijn. En uh, ik ben een jongen die op gevoel speelt, op intuïtie. Dus uh, een vrije rol, dat, uh, dat past mij het best. En dan liever in de voet of in de diepte? Ja, allebei wel. Alleen ik denk dat ik uh, uiteindelijk de bal het liefst in mijn voeten hebben, wil hebben. Ik ben echt een echte liefhebber, dus uh, vanuit daaruit een combinatie of een 1 tegen 1 opzoeken. Maar uh, ik denk als je de afwisseling hebt om af en toe in de, in de bal en dan uit de bal, dan uh, is het voor een tegenstander heel moeilijk te verdedigen. Uh, dus uh, nee, ik, probeer, uh, ik probeer de balans te zoeken. Je gaat nu spelen voor FC Utrecht, maar afgelopen seizoen en ook in het verleden vond jij het ook niet verkeerd om te spelen. Tegen FC Utrecht, hè? Ja, klopt. Nee, ja, Thuis en uit allebei gescoord. Dus uh, ja, dat is wel. Uh, dat het allebei Utrecht moet zijn, uit en thuis is wel grappig. Ja. Ook nog op Zoudenboog? Ja, klopt. De laatste wedstrijd voor corona in 2019 was dat volgens mij. Ja, ja dat was, uh, was toen de winnende in goal inderdaad tegen Jong Utrecht met NEC. Ja. Wat dacht jij toen Jordi belde? Of in ieder geval contact om dan met jouw zaakwaarnemer waarschijnlijk? Ja, ik was gelijk heel enthousiast. Uh, een club als Utrecht, uh, waar ze voor staan, dat sprak me gelijk super erg aan. Ik hou van hem in de ploeg te zijn die veel de bal heeft en uh, die dominant voetbal wil spelen. Dus ik was gelijk heel enthousiast. Ja, je, je hebt al meermaals gespeeld in stadion en wat, wat kenmerkt de, de, de sfeer die je dan proeft als speler op het veld? Nou ja, ik denk als je naar de, naar de supporters kijkt. Uh, als, wij, uh, met, als ik hier uh, de eerste minuut al op het veld heb bloot zie je bij de opkomst al. Uh, wat de aanhang doet. En, uh, en daarvoor ga je op voetballen natuurlijk. Uh, die sfeer die, uh, die wil je elke week of één keer in de twee weken hebben. Ja, we hebben je ook gevraagd om een, uh, een, een tegel mee te nemen met een, een kreet die staat voor Ole Romany. Vertel. Ja, elke dag een beetje beter. Ik, uh, ik heb met veel jongens het altijd, altijd over van 1% bij every day. Dan word je 37 keer beter in een heel jaar. Dus dat is een soort theorie. En die spreekt mij wel aan van. Het komt niet vanzelf. Dus je moet uh, elke dag discipline, ook al is het niet iets heel groots, maar elke dag wat doen om, om beter te worden. En uiteindelijk uh, ja, is het ook een proces. En als je in dat proces gelooft, uh, dan uh, haal je denk ik het meeste eruit. Wat wordt de voornaamste uitdaging voor jou aankomend seizoen, denk je? Uh... Ja, gewoon uh, mezelf zijn en alles eruit halen. Zoveel mogelijk minuten willen spelen. Er zijn zoveel uitdagingen als je van Club als. Uh, als je van Emma naar Utrecht die stap maakt. Het is een, het is een stap omhoog. Dus er zijn zoveel uitdagingen. Dus uh, ik denk dat ik niet te veel bezig moet zijn met, uh, met uh, moeilijkheden. Je wilt gewoon uh, jezelf verbeteren. En, en jezelf zijn op het veld. En, uh, en alles uit mezelf halen. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, naar nou, spelen voor, in de gal gewaard voor deze fans natuurlijk. Dat is. Uh, Goals maken belangrijk zijn, wedstrijden winnen, minuten maken, beter worden, noem het maar op. Heel veel succes in je nieuwe thuis. Dankjewel. Dank Komende jaren EVG Nijmegen naar Utrecht. Utrecht, zo is het, ja.